Ja, we gaan de test doen, hè. De advocaat van de duivel test. Op welke politicus lijken wij het meest? Wat denk je? Oh, geen idee. Ik durf dat echt niet zeggen, hoor. Maar kunnen we het filmpje ook niet uitzenden als het te gênant is? Nee. We moeten het gewoon doen. Kom aan, dan beginnen. Gaan we het doen? Oké. Alright. Let's start. Ik ga wel even een beetje concentreren. Na een niet zo geslaagd edentje vergeet de ober de wijn aan te rekenen. Wat doe je? Je zwijgt, betaalt snel en verlaat stiltjes het restaurant. Je bent eerlijk en zegt dat de rekening dan... Oh. Ik ga op kamp met de jeugd. Stiekem? Oh, ik ga misschien dat toch doen. Moed? Dat vind ik een moeilijke. Echt een moeilijke. Huh? Wat heb jij daarop geantwoord? Volgen? Tikken. Vrouw moet volgen. Dan nu. Nee, maar het is de man die moet volgen. Je hebt al de vraag verkeerd gelezen. Juzig! De man moet toch niet volgen? Ik moet opnieuw beginnen, zeg. Maar ik heb de vraag niet goed gelezen. Dat kan toch niet, Janke? Ik heb de vraag niet goed gelezen. Ja, jongen, jij wilt er gewoon goed uitkomen. Moeilijk, hè? Ja. Waar zit jij? Wat? 15. Heb jij die vrouw bij een hartaanval geholpen? Of nee, doorwandelen. Maar! Dat heb ik toen ook papa Tenne gezegd. Vreemdgaan. Niet opbiechten, hè. Maar! Als de zaken goed gaan, laat ze maar zo goed gaan. Oh my god. Zeg jij een bedrieger? Ja, maar nee, maar sorry, ik heb twee keuzes. Hè. Er zijn veel nuances, maar ik moet hier kiezen. Zou jij de rekening delen of niet? Ja, dan zeg ik toch maar ja. Oh ja, dat is goed, zou je zeggen. Ja, ik zou mijn eigen denken, stommerik, loser. Maar ik zou het wel doen. Oh, maar het is echt wel een loser. Ja, maar dit vind ik moeilijk, hè. Kijk, dus ik heb een duur appartement aan de zee gekocht. Heb jij een duur appartement aan de zee gekocht? Ja, maar... Hey jongens, heb je het gehoord? Mogen wij eens op bezoek? Een vriend die pas gescheiden is, vraagt of hij er met zijn twee kinderen een week mag gaan logeren. Tuurlijk wil ik dat niet, maar ik ga dat niet eerlijk zeggen. Ik ga gewoon een excuus verzinnen waardoor ze niet kunnen. Wat is dat dan? Oh, calculating results. Oh, bij mij gaat het niet komen. Oh, bij mij ook. Ik weet het. Ja, ik weet het. Ja. Ik had het leven van Bremt. Dat kan ik mee leven. Gwendoline Rutte. Allee. De rode en de blauwe. Zoals een tech. Het is eigenlijk super tof om te doen, om die test in te vullen. De advocaat van de duivel test. En het duurt niet lang ook. Nee, het is echt cool. Het is echt leuk om te doen. Dus doe het even. En laat ons weten wie jij bent.